Gefeliciteerd. Dubbel. Overwinning, maar vooral je echte officiële debuut. Vorige week wachtte, duurde het nog even, maar nu echt. Ben je blij? Ja. Jazeker, ik ben heel erg blij. Ja. Ik ga het zo ook even vieren met de familie. Dus, ja. Het is een moment die je nooit vergeet natuurlijk. Voor mij, ja. Heel prachtig dit. Ja. Je stond al een tijdje klaar en het was maar kort. Lastig daardoor? Nee, debuut is debuut. Dus. Het maakt niet uit als je maar wat kan betekenen voor het team, toch? En ja, het was kort. Maar het is gewoon altijd, met de BA is gewoon mooi meegenomen dit. Dus, ja, nou, jij bent iemand die graag de bal wil hebben. Is het gelukt in die korte tijd? Nee, dat niet. We hebben eentje gelukt. Nee, maar... Dat was goed dus? Dat was goed. Ja, aanval eruit gehad. Ja, nee. Dat was, ja. En daarna vooral zwaaien naar je familie op de tribune, na aflopen? Ja, tuurlijk. Naar mijn ouders, broers, ja. We spraken elkaar in Qatar. Toen maakte je al minuutjes tegen Club Brugge, maar had je vooral die hele week achter de rug. Dit is echt. Wat gaat er met het shirt gebeuren? Ik heb één shirt van mezelf gehouden. En één shirt ga ik natuurlijk aan mijn ouders geven, die daar ook altijd voor me hebben gestaan. Ook in moeilijke tijden, dus die krijgen er ook van mij eentje. Je krijgt dan thuis een prachtige plek? Die van mij krijgt thuis een prachtige plek en die van mijn ouders mogen zij kijken wat ze ermee doen. En wat is die prachtige plek die hij van jou krijgt? Ik denk in de woonkamer. Ja, boven de tv is dat zo mooi. Ja. Rug nummer 52, voor altijd speciaal. Altijd speciaal, ja, zeker. Ja. Geniet ervan, op naar meer. Zal ik doen, dank je wel.